Goedendag dames en heren, welkom bij Nog Wiskunde in Afrikaans. Ons is op hierdie stadium bezig om door nog voorbeelden van analytische meetkunde te werk vir graad 11. En as jullie naar mijn vorige video gekyk het, sou jullie gesien het, dat ons met hierdie specifieke oefening bezig is, maar ons het nou al reeds die volgende gedoen, 1.1, 1.2, 1.3 en so aan, die het ons allemaal gedoen tot daar so toe, nee, tot bij 1.12. As jy graag wil sien hoe ons dit gedoen het, gaan kyk gerust na my vorige video, daar wys ek vir jou mooi netjies hoe ons alles uitgewerk het, van 1.1 tot 1.12 toe. Goed, en ons het daai video toe nou gestop, waar ons sou begin het, jammer, skies toch, ons het hierdie en hierdie ene ook gedoen. Goed, ons het die inclinatiehoeke ook gaan uitwerk. So, gaan kyk gerust na my vorige video, en dan sal julle mooi kan sien daar so, hoe ons dit uitgewerkt het, hoe ik het samen met julle uitgewerkt het. So vir vandag, vir hierdie videokie, gaan ons nou die volgende ene doen. Alright, ons gaan kyk na die voorbeeldkie vinnig gegou. Net een kort videokie, waar ons net gegou vinnig die voorbeeld gaan uitwerk. Nou weer eens, ek vraag julle om verskoning. My program sê wiskunde in Afrikaans, maar heel duidelijk kan julle sien dat hierdie wiskunde wat ek vir julle wys in Engels is. So, moet nie stress daar hoor nie, ek gaan vir julle mooi netjies verduidelik wat dit beteken, wat die Engelse woorde in Afrikaans beteken. Right, so cijfers is toch maar cijfers, nee. Daar is misschien nie Afrikaans en Engels vir cijfers, nee, nee, 2 is 2, en 6 is 6. Goed, so ek sal vir julle mooi verduidelik. Ek het ongelukkig net die oefening in Engels beskikbaar, so kom ons werk vir nou met dit wat ons het. Alright, so as ons nou gaan kyk na hierdie nummer 3, hulle vraag vir my of die volgende punte in lijn is, nee. Hierdie woordkie, collineer, daai woordkie beteken in lijn. Met ander woorde, lê die punte allemaal op een reguit lijn. Goed, nou hoe sal ons dit kan doen? Wat weet ons van punte wat allemaal op een reguit lijn moet lê? Kom ons gaan kyk, kom ons teken gou vir ons een grafiek van een reguit lijn. Nee. Kom ons teken vir ons x en y as. Right, en op die x en y as teken ons nou vir ons een grafiekie in. Kan sommer enige grafiek wees, nee. Sê nou maar as het een reguit lijn grafiek wat so loop. Daai ene loop nou sommer mooi toevallig deur die oorsprong. Right. Indien ons nou gaan kyk na hierdie grafiek en ons gaan kies vir ons drie punte op die grafiek. Kom ons gaan kies een P en een Q en een R. So ek sit dan nou my punt P daar so neer en een punt Q hier so en een punt R daar so. Wat kan jy vir my sê van daai drie punte? Wat weet ons van die gradiënt van een reguitlijn? Kan julle nog onthou? Kan julle nog onthou wat weet ons van die gradiënt van een reguitlijn? Yes, dis reg. Ons weet nou dat op een reguitlijn moet die gradiënt ooral dieselfde wees. So met ander woorde, as ek nou gaan kyk na die gradiënt tussen die punt P en Q, die gradiënt moet dieselfde wees as die gradiënt tussen die punt Q en R, en dit moet ook dan weer dieselfde wees as die gradiënt tussen P en R. Nee, die gradiënt op een reguitlijn moet ooral dieselfde wees. So as ek dus wil gaan uitwerk of hierdie punte in lijn is, nee, of hulle soos die Engels nou sê collinear is, of hulle in lijn is, goed, dan moet die gradiënte mos allemaal dieselfde wees. As al die punte in lijn lê, dan moet die gradiënte mos dieselfde wees. So kom ons gaan werk gou daai gradiënte uit. Kom ons begin by die eerste een, is die gradiënt tussen die punt P en die punt Q. So, hoe werk ons nou weer gradiënt uit? Onthou nou mooi, die formule vir gradiënt is mos nou y2 minus y1 gedeeld deur x2 minus x1. So die gradiënt vir die punt PQ, alright, onthou nou, ons lees mos so 'n grafiek van links na regs toe. So, daai is nou my eerste puntjie en daai is nou my tweede puntjie. Nee. So kom ons gaan kyk, die gradiënt tussen die punt P en Q is dan nou die volgende. Die y-waarde van Q is mos my tweede punt, nee. Die y-waarde van Q is mos my tweede punt. So nou het ons hier so, minus 4, daar so is die y-waarde van Q. Goed, minus 4, minus, en die y-waarde van P is minus 6. En die x-waarde by Q is 2, minus en een minus 2. Ok, so dit gee dan nou vir my die volgende. Een minus 4 minus minus 6 raak minus 4 plus 6, en dit raak minus 4 plus 6 raak 2.
En 2 minus minus 2 raak 2 plus 2 en dis 4. So die gradient is dan 1/2. Oké, okay. Ons kon natuurlijk hier die punte van P, Q en R geplot het ook, nee. Ons kon hulle geplot het ook. Toevallig die manier hoe ik hulle hier op my reguitlijn hier so neergesit het. Goed, as ons die punt P so gekyk het, so ons gehad het minus 2 en minus 6, nee. En 2, oké, okay, sal so 'n bietjie onderkant die lijn daar gesit het. Goed, maar hulle lê allemaal so in lijn. So kom ons gaan kyk dan nou na die gradient van die stukkie lijn tussen Q en R, nee. So kom ons kyk nou hierso. Die gradient van my lijn tussen Q en R, selfe formule, I2 minus I1 gedeeld door X2 minus X1. Nou, wat is nou my tweede punt? Wat is nou my eerste punt? Want ons lees van links naar rechts, so Q raak nou my eerste punt, en R raak nou my tweede punt. So dan het ons nou hier, R is my tweede punt, so daar is my I2, so nou het ek hier so, minus 3, minus, minus 4, gedeeld door, en dan het ek nou hier so, 4, nee, dis die X2 waarde wat daar so sit, ok, 4 minus 2. Right, en wat gee dit dan nou vir my? Minus 3 minus minus 4 is dieselfde as 3 plus 4. En wat, excuse toch, minus 3 plus 4. En wat is minus 3 plus 4? Dit is 1. En wat is 4 minus 2 is? 1/2. Right, so ons sien dus nou dat hierdie half en die half is nou al dieselfde. So nou weet ons dat die gradient van die stukkie lijn hierso en die gradient van die stukkie lijn hierso is dieselfde. Maar onthou nou mooi, dit kan net so wel gewees het dat die stukkie lijn QR hierbo langs gelê het, nee? Onthou, die stukkie gradient kan ons nog dieselfde gewees het as die stukkie gradient hierso so. So ons moet nou gaan kyk of die punt P en R ook in lijn is. So ons moet nog een gradient vir ons gaan uitwerk gegaan. So kom ons gaan kyk nog hoe mooi. Die gradient van die lijn PR moet nou wees. Weer I2 minus I1 gedeeld door X2 minus X1. Dit gaan weer dit wees, nee. So kom ons gaan kyk nou, wat kry ons nou? My eerste punt is nou die punt P en my tweede punt is nou die punt R. So, I2 is dan nou hierso, minus 3. Minus, en my eerste y-waarde, my eerste punt se y-waarde is nou minus 6. So minus 3, minus minus 6, gedeeld door. Ok, goed, en dan krijg ik nou, my x2 is 4, minus, en my x1, wat mos die punt P is, is dan minus 2. So nou krijg ik zo minus 3, minus minus 6 is dieselfde as 3, plus 6, maar zo, nee, minus 3 plus 6, en minus 3 plus 6 is 3, gedeeld door. 4 minus minus 2 is dieselfde as 4 plus 2, en hoeveel is dit? 6, en dit vereenvoudig dan na 1 op 2 toe. Alright, en hierso sien ons nou, dat al drie, al die gradiënte is wel gelijk aan mekaar. En, omdat al die gradiënte gelijk is aan mekaar, en omdat ons weet dat die punte op een reguitlijn, die gradient tussen die punte op een reguitlijn, allemaal diezelfde gradient moet hê, kan ons dus nou sê dat hierdie drie punte, P, Q en R, moet allemaal dus ook op die reguitlijn lê. Allemaal van hulle saam moet op diezelfde reguitlijn lê. Goed, maak het veel sin? Maak het veel sin? Nee, onthou nou mooi, ons eienskap wat ons mee werk hierso, is dat indien ek punte op een reguitlijn het, dan is die gradient tussen die punte, met andere woorden, die verandering in y op die verandering in x, is allemaal dieselfde. Allemaal dieselfde. So indien ek kan bewys dat die gradiënte ooral dieselfde is, kan ek dus ook sê dat die punte allemaal in lijn lê, allemaal op dieselfde reguitlijn lê. Goed, so kom ons gaan kyk nou gou-gou na die volgende enetjie. Ons maak het gemooi skoon hierso. Kom ons gaan kyk gou na die volgende enetjie.
Oké, okay, so wat begin ons daarmee? Ons is weer drie punte gegee, 'n punt A, B en C. Kom ons maak vir ons 'n vinnige sketsiekie en dan kyk ons hoe lyk punte A, B en C. Goed. X-assie, Y-assie. Nou, kom ons plot my punte. Die punt A se koördinaat is minus 5 en 5. So op my X as dan nou, kom ons sê 1, 2, 3, 4, 5, daar is minus 5 en 5, positief 5 nee. 1, 2, 3, 4, 5. Bring hulle by mekaar, dan kry ons daar een mooi kolletjie en dit is my punt A. Die punt B se koördinaat is 1 en 1. So as 1 daar is op my x-as en 1 op my y-as hier, dan sit my punt B daar so. Goed, en punt C is dan nou die punt by 4 en minus 1. So 1, 2, 3, 4 op my x-as en minus 1 op my y-as. En daar is my punt C. As ek dan nou die drie punte allemaal met mekaar verbind, dan behoort ons nou een lijn te kry, een reguitlijn, wat so tussendeur allemaal van hulle loop. Goed, my reguitlijn lyk eintlik so reguit hier, so kom ek probeer gou weer. Mooi netjies een reguitlijn deur hulle, daar is hy, lyk 'n bietjie beter. Nou, onthou nou my tekening is hier op skaal geteken nie, en dit mag dalk wees, dat hierdie punte nie noodwendig op dieselfde reguitlijn val nie, nee. Dit is die enigste ding wat 'n mens voor moet pas op. So, jou tekening is hier altyd op skaal nie, en dit kan dalk wees, jy teken hom so, en dan lyk het vir jou, dit moet op mekaar lê, nee. So op hierdie stadium lyk het nou vir ons, dat die A en die B en die C lê op 'n reguitlyn. Of hulle behoort allemaal saam op die reguitlyn te sê, maar ons kan nie dit sê nie, nee, want ons tekening is hier op skaal nie. So ons moet gaan kyk na die gradiënte. Alright, nou weer eens, net soos van tevore, ons weet dat die gradiënte tussen die punte op 'n reguitlyn moet allemaal ooral dieselfde wees. So kom ons begin, kom ons gaan stel my vergelyking vir my op. Ek weet dan nou dat die gradiënt tussen A en B moet gelyk wees aan die gradiënt tussen B en C en dit moet weer gelyk wees aan die gradiënt van A na C toe. Kom ons gaan werk nou gou-gou uit. My gradiënt van A na B toe is dan nou, mos nou, Y2 minus Y1 gedeel deur X2 minus X1. Nou, Y2 is dan nou, hierdie is mis nou my eerste puntjie, en daar is my tweede puntjie. Goed, so, dan is die Y2 waarde, die Y waarde van B, dis my Y2, dis 1, goed, minus, en dan is my Y waarde van punt 1, is mis 'n 5. Goed, so dis 1 minus 5 gedeel deur 1 minus minus 5. So ek kry dan op die eind van die dag hierso. Minus 4 gedeel deur 6. Minus 4 op 6. En indien jy dit wil vereenvoudig, is dit dieselfde as minus 2 op 3. Goed, so kom ons gaan werk na die volgende gradiënt uit. Die gradiënt van B na C toe is dan nou die volgende. Watter punt is nou nommer 1? B is mos nou weer my nommer 1 en C raak mos nou my nommer 2. So dan is dit nou, Y2 is die waarde, minus 1, minus, en Y1 is nou weer 1. So minus 1, minus 1, gedeel deur 4, nee, X2 is mis nou die waardekie, en X1 is weer 1, soos 4 minus 1. En dit gee dan vir my die volgende. Minus 1, minus 1 is minus 2, en 4 minus 1 is 3. Alright, so kry weer een minus 2 op 3, minus 2 op 3. So ver lyk het nog goed, nee. Ons kan sê dat die punt A en B lê op dieselfde reguitlyn. Kom ons gaan kyk nog gou-gou na my laaste puntjie. Die gradiënt van A na C toe. So nou is hierdie my eerste punt weer, en C is nou my tweede punt. Goed, so C2, of Y2, wat my Y-koördinaat by C is, is mis nou minus 1, minus, en ons het dan nou 5 hier so, nee, onthou, my y-koördinaat by A, by my punt 1 is nou 5, gedeel deur 4 minus, minus 5. En kom ons kyk nou hier so, minus 1 minus 5 is minus 6, gedeel deur,
En 4 minus minus 5 is hetzelfde als 4 plus 5 en dis 9. Goed, kan ons hom vereenvoudig? Yes, ons kan boe en onder 3 indeel. En dan krijgen ons hier zo minus 2 op 3. En toevallig is hulle al 3 diezelfde. Goed, toevallig is al 3 van hulle diezelfde. En ons kan dus dan nou sê, yes, die 3 punte A, B en C is allemaal ook in lijn met mekaar. Goed, ek hoop het maak het vir julle bietjie duideliker, nee? Onthou nou hierdie eigenskap van een reguitlijn van analytische meetkunde, nee? Indien die punte op een reguitlijn allemaal in lijn lê, moet die gradient tussen die punte allemaal dieselfde wees. En ons kan die eigenskap dan nou gebruik om te bepaal of my punte allemaal in lijn wel lê. Alright, ek hoop dit help vir julle. Ek hoop dit maak het vir julle baie mooi duidelik nou. Goed, julle weet hoe dit werk, nee? As julle nou hierdie video kyk, en julle wil nou graag oefen, rewind die video, nee? En pause die video net voordat ek die somme begin doen. En dan kan jy gou op jou eie probeer om die somme te doen, en as jy dit dan nou reg kry, of jy dink jy dit reg, play die video weer, en dan kyk jy, jy werk saam met my, en kyk jy of jy dieselfde saam met my uitgewerk het. Alright, as jy dan nou nog steeds sukkel, stop hom weer, probeer weer, nee, rewind hom, probeer weer, nee, nadat jy mos nou gekyk het, probeer weer en kyk of jy hom nou hierdie keer kan reg doen. En as jy hom dan nou die tweede keer kan reg doen, dan kan jy saam met my gaan en saam met my verder werk naar die volgende stoel. Goed, so probeer het so, doen het aan mekaar op dieselfde manier, totdat jy sien dat jy die som reg kry. Goed, dankie dat jylle my gejoin het vandag weer. Like en subscribe asseblief as jylle voel die wiskunde help vir jylle. Vertel al jylle vriende. En so kan ons allemaal saam help om beter wiskunde te kan doen. Ek hoop julle het allemaal een lekker dag verder. Ek sien julle weer in my volgende video. Ons gaan nog lekker voorbeelde uitwerk. Tot dan toe, tot ziens.